Hey, Brian Smees, die speelt hier bij Sparta. Die speelde ooit bij de Graafschap. Daar was jij toen ook bij, 2016. Ga ik serieus stellen, ja. Je hebt je wel gefeliciteerd met Sparta strijden om de koppositie in de Eredivisie. Dat maak je ook niet altijd mee, hè? Nee, klopt. Ze deden het goed. Voor mij 3 wedstrijden, 7 punten. Dus ze waren lekker bezig. En wij kregen ze uit en dat hebben we goed gedaan. Het is toch een beetje de club van Rotterdam, hè, Sparta? Ja, klopt. Ik zat toevallig onder een paar reacties te kijken van Ajax dat we Sparta uitspeelde. En stond veel, ja, welkom bij de club uit Rotterdam en de echte club uit Rotterdam en zo. Dus dat zegt genoeg hoe het hier leeft, ja. De eerste fases van de wedstrijd had ik zoiets van, oei, dit kan nog wel eens een lastige wedstrijd worden. Maar toen de goal viel, was dat gevoel eigenlijk helemaal weg. Ja, vooral bij die 2-0. Ik denk dat ze snel achter elkaar waren. Ik denk dat het wel ons hielp natuurlijk, ja. En wat je zegt in het begin, zij durfden gewoon vol druk te zetten. Hun hadden het beste van het spel, denk ik. En wij kwamen er eigenlijk niet aan. Maar gelukkig, wat ik zei, scoorden we snel 2 doelpunten. En dat hielp ons wel, ja. Kan je vertellen waar dat dan aan ligt? Gaat het in de hoofdjes dan zeg maar goed zitten? Dat je weet van, oké, dit gaat lekker? Als je die 2 doelpunten maakt wel. Ja, daarvoor waren we ook gewoon heel slordig en speelden we blind eigenlijk een beetje de lange bal. Af en toe ook natuurlijk wel moest, want zij gingen druk zetten. Maar we waren gewoon slordig aan de bal, waardoor zij lekker in het spel kwamen, ja. Heb je nog naar Donny gezwaaid in het uitvak? Nee, maar ik hoorde wel Donny van der Beek, tenminste een paar liedjes. En toen dacht ik van, nou, die moeten wel zitten, ja. Zou hij een beetje meegezongen hebben? Dat weet ik niet, maar er wordt in ieder geval genoeg voor hem gezongen. Dat hoeft hij niet te doen, nee. Hey, Brian Smees, die speelt hier bij Sparta. Die speelde ooit bij de Graafschap. Daar was jij toen ook bij, 2016. Ga ik serieus stellen, ja. Maar krijg je nog de kriebels als je zo hem over het veld ziet lopen? Want ik wel een beetje. Nee, kriebels niet meer. Maar je weet dat hij de man was die de 1-1 scoorde. Hè? Dus, maar goed, ja, dat is zoveel jaar geleden. Wat nog steeds heel jammer is, maar goed, dat is verleden tijd. Ja, jij vindt het geen leuke vraag, hè? Nee, natuurlijk niet. Ja, op die speeldag werden we geen kampioen. Dus als je me dat over 20 jaar vraagt, is dat nog steeds leuk. Je gaat naar Oranje sinds lange tijd weer. Je hebt erbij getekend. Dit moet echt een heerlijke tijd voor jou zijn, toch? Ja, ik denk goede week. Natuurlijk hebben we Champions League gehaald. Ik heb bijgetekend. Nederlands elftal zit ik weer bij. Dus op dit moment kan het even niet beter.